Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Mooi Werk Breda. In Handen uit de Mouwen ga ik, Sophie, op pad om mee te werken met verschillende vrijwilligersorganisaties. Om erachter te komen welke mogelijkheden er zijn om vrijwilligerswerk te doen, heb ik in de vrijwilligersdatabank van Mooi Werk gekeken. Maar daar staan zoveel opties in dat ik toch maar even een afspraak bij Mooi Werk heb gemaakt om te kijken waar ik aan de slag zou kunnen gaan. Hi. Goedemorgen. Hi, Sophie. Jamie, leuk Hi. Dat je er bent. Ja, dankjewel. Daar was ik weer. Wat leuk. Nou, ik heb gefietst. Wat leuk. Ik begreep van mijn collega's dat je ook allerlei andere leuke dingen hebt gedaan. Ja, ik heb echt van alles gedaan. De laatste die ik gedaan heb was, ik heb allemaal rondjes gefietst in Ulverhout op een duofiets voor fietsmaatjes. Oh, wat gaaf. Dus het was echt super leuk, maar ik wil eigenlijk nog iets doen. Dus oh, wat tof. Heb je nog iets voor me? Ja, zeker. We hebben een hele leuke hobbyclub. Waar er allerlei activiteiten worden georganiseerd voor kinderen. Oh, oké. En dat zijn echt wel wat creatievere dingen. Dus kinderen die lekker in een ontspannen sfeer juist kunnen knutselen, lekker kunnen maken, creëren eigenlijk. En iedere keer maken ze weer iets anders. Dus van een knuffelbeestje tot aan een tasje of een shirt. Of, ja, je kan het zo gek eigenlijk niet bedenken. En daar hebben ze dus ook weer vrijwilligers nodig die gewoon helpen met klaarzetten en dan helpen met de kinderen met wat kleine werkjes. Je hoeft helemaal niet creatief te zijn, maar het is echt ontzettend tof om dat eens te ervaren. Lijkt je dat wat? Ja, dat vind ik heel leuk. Ja? Knutselen en creatief bezig zijn, dat is helemaal voor mij weggelegd. Nou, dan denk ik superleuk. Dat een superleuke leuke match kan ja. zijn. Ik denk dat dat zeker iets is wat je eens kan proberen. Ja. Mocht je nou aan de slag zijn gegaan, ja. dan weet dat je dan bij Mooi Werk ook altijd kosteloos workshops en cursussen mag volgen als oh. vrijwilliger. Die overhandig ik jou graag. Oké, dankjewel. Dat is onze voucher en daar vind je de online en fysieke trainingen. Dus kijk dan eens vooral op je gemak wat bij je past. En wat voor soort trainingen zijn alles om ja, als vrijwilliger? Van alles wat je kan eigenlijk volgen om je vrijwilligerswerk of jezelf te versterken. Oh, wat goed. Daar ga ik zeker even naar kijken als ik geknutseld leuk, heb met helemaal de leuk. Kinderen. Nou, wie weet, tot snel. Ja, dankjewel. Veel plezier. Hey. Hi, goedenavond. Hi, Sophie. Hoi, ik ben Ineke van de Hobbyclub. Hi, hey, wow. Welkom op onze knutselzolder, kastanjesolder. Dankjewel, wat leuk, wat gezellig. We hebben vanavond ongeveer 20 kinderen die komen knutselen. En het is bijna Pasen, dus het is een tafel vol met allerlei activiteiten. Oh, wat leuk. En jij wil misschien helpen? Ja, heel graag. Kan Kun je een beetje doen. Knippen en plakken? Ja, ja. Nou, neem ik je gelijk mee die kant uit. Oké. Kom maar. En Feline is hier en die wil je graag helpen. Oké. Neem jij ze mee, Feline? Ja. Oké. Samen met Feline neem ik een duik in de knutselspullenvoorraad. En ik laat me graag leiden door deze expert, want je merkt gelijk dat ze verstand van zaken heeft als vaste bezoekster van de hobbyclub. Ik ga een blauwe kuiken maken. Oké, okay. En wat dan? Dan hebben we de veren nodig. Wat? En die liggen hier achter. Dus ik denk dat ze beter de hele zak mee kunnen nemen. Wow! Dat zijn er echt heel veel. Oké, dat is genoeg. Ja. Veren. Okay. We hebben net wol gepakt. Ik heb blauw en roze. Jij hebt geel. Dit gaan we maken, hè? Ja. En wat zijn dit? Kuikertjes. Dit is even een voorbeeld. Dit gaat ons helpen bij het maken van het kuiken. Aha. Je hebt twee kanten. Ik denk dat we kunnen beginnen met het hoofdje of het lijfje. Wat is handig? Het hoofdje. Oké, okay, dan moeten we dat, de kleine. Dat is de makkelijke. Kant de kleine, pakken. Ja. En houd hier vast. En dan ga je het een stuk of 30 keer het wol eromheen draaien. Ben je hier elke dinsdagavond? Ja. Maar als het niet doorgaat, dan kom ik niet. Maar, in principe, als het doorgaat, ben je er elke keer? Ja, eigenlijk wel. En waarom? Omdat, wat vind je er zo leuk aan? Ja, het is zeg maar. Je kan zeg maar je creativiteit kan je eigenlijk gewoon los laten gaan. En je hebt ook. Hierachter heb je hout en timmeren, maar daar ben ik zelf niet echt veel van. Ik ben meer aan deze kant van de hobbyclub. Bezig met papier, wol en dat soort dingen. Kleurtjes. En de mama's en papa's die hier rondlopen, zijn dat leuke mensen? Ja, ik praat niet echt heel veel met. Ja. Maar die zijn er om je te helpen of om je te begeleiden? Of waarom zijn ze er? Om je te helpen met bijvoorbeeld dit, wat ik nu eigenlijk aan het doen ben. Met het uitleggen hoe het een beetje moet. En
ja, helpen als iets niet lukt. Bijvoorbeeld als je iets aan het knutselen bent en het blijft niet plakken, bijvoorbeeld met de lijm. Dat ze bijvoorbeeld een advies geven, gebruik deze lijm. Hey, is dit al genoeg, denk je? Ik denk het, ja, ik denk het wel. Okay. Ik heb niet geteld, maar... Pop! Oh nee, oh nee! Nee, 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 nee. Nee, wacht, kan hier nog op? Lukt het toch? Wacht even. Ineke! Waar is het gedaan? Ik heb het verpest! Fout gedaan. Ach, maar dat is niet erg. Dat gebeurt bij ons ook wel. Nee, beetje zullen snel. We dan een speer een nieuwe voor haar maken? Even deze afknippen. Niet dezelfde fout als net maken. Niet dezelfde fout als net maken. Pop, 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 pop. Oh. Mooi. Welke kleur denk jij als je Karel ziet, die moet er nog bij? Oranje, geel of groen. Eén van die. Ik denk... Ik ben heel slecht in kiezen. Ook de Hobbyclub is een organisatie die zonder vrijwilligers niet kan bestaan. Ik schuif aan bij Anita, die aan een andere tafel gezellig met de kinderen aan het knutselen is. Ik heb net Karel het kuiken gemaakt. Ja, heel leuk. En het leuke aan deze hobbyclub is volgens mij dat als je klaar bent, dat je nog iets mag maken. Ja, mag je nog iets anders maken. En toen zag ik hier allemaal glinsterende dingetjes. Ja. Toen dacht ik, hier wil ik aansluiten. Wat zijn jullie aan het doen? Wij zijn diamond painting aan het doen. Oké. Dus dan hebben we verschillende afbeeldingen waarop je steentjes kunt plakken in verschillende kleurtjes. We hebben uiltjes of een kat hebben we. Uiltjes is wel mijn lievelingsdier. Ja? Zullen we bij de uiltjes blijven? Ja. Even kijken hoor, dan kan je een uiltje uitzoeken. Welke je wil beplakken. Deze hebben we nog, nou dit is dezelfde. Deze lijkt een beetje op Harry Potter met dat brilletje. Oké. Wil je die doen? Ja. Ja. Zeg Anita, doe je dit elke week? Ik doe het één keer in de twee weken. Eén keer in de twee weken? Assisteren. Ja. Want hiernaast moet je verder gewoon werken. Ja, ja. Ik werk in de zorg nog. Zorg zijn best wel al pittige, lange shifts, denk ik. Ja, dat klopt. Ik kom verder niet uit de zorg hoor, dus dat is een aanname. Maar wat heeft je ertoe gedacht, ik ga daar nog wat naast doen, wat vrijwilligerswerk? Mijn kinderen hebben hier op de hobbyclub gezeten. Ik denk nu zo'n 10 jaar geleden. Dus ik ben al 10 jaar hier aan de slag. En de kinderen zijn ermee gestopt, maar ik ben door blijven gaan. Omdat ik het nog zo leuk vind. De kinderen helpen vind ik gewoon echt nog steeds heel erg leuk. De blije gezichtjes die je ziet als er iets klaar is met maken. Kijk hoe jij reageerde op je kijkertje. Dus dat motiveert me wel om dit nog te blijven doen. Waarom denk je dat het zo belangrijk is dat we vrijwilligers in Breda hebben? Omdat dit anders niet voortgezet kan worden of niet kan blijven bestaan zonder vrijwilligers. Ja, want wat merk je aan een kind die binnenkomt lopen en aan het eind van de avond weer weggaat? Dat ze wel blij zijn dat ze iets gemaakt hebben en wat ze graag wilden maken. Zeg maar, ze kunnen van alles doen hier. Ja. Ondertussen zijn we een beetje uitgeknutseld en wat hebben de kinderen voor mooie dingen gemaakt. We vieren nog even de verjaardag van een vaste bezoeker. Lang zal die leven, lang zal die leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Pieper de piep, hoera! En dan is het alweer tijd om iedereen uit te zwaaien. Ik ben stiekem toch wel benieuwd naar wat Ineke vindt van mijn hobbytechnieken. Hoe vind je dat ik het gedaan heb? Ik heb even naar jou gekeken. Toen zag ik in het begin dat het wikkelen van de draad goed ging. Daarna hoorde ik een kreet van oh en ik hoorde wat gekreun. Maar volgens mij is er iets heel leuks uitgekomen. Ja, nou, ik vind dat Karel het kuiken goed gelukt is. Karel kuiken. Kun je mij misschien wat meer vertellen over de hobbyclub en misschien ook het ontstaan ervan. Want ik hoorde net iemand die hier al 10 jaar rondloopt. Dus ik neem aan dat het al een tijdje bestaat. Kun je daar wat meer over vertellen? Ja, een van de langzittende of meehelpende vrijwilligers is Inge.
Mevrouw Inge die is 30 jaar hier al vrijwilliger. Ik ben er bijna 25 jaar. En de club bestaat ongeveer 50 jaar. Wauw. En hoe ben jij dan 25 jaar geleden hier terechtgekomen? Ja, dat was heel leuk. Er was een kind van onze vrienden. Die had met Pasen een heel leuk werkstukje gemaakt. En die zei, nou, dat heb ik zelf gemaakt. Ik zei, nou, geloof ik helemaal niks van dat jij dat kan. Dat leek me in mijn ogen zo moeilijk. En toen zei hij, kom maar een keertje kijken. En ik vind het nog steeds heel leuk. Ik doe het 2 avonden in de week. En we hebben inmiddels bijna 1000 kinderen gehad in die 40 jaar dat ik terug kan vinden in de administratie. Wauw, ja. Dat is wel heel bijzonder. En voor mij zit het meeste plezier erin om die kinderen van niks iets te laten maken. En dat ze dan met een fijn werkstukje weggaan. Ook al is het een beetje mislukt, dat maakt niet uit. Want dan geven we daar een hele leuke draai aan. Dat het toch een wauwstukje wordt. Hè? Waarom is de hobbyclub, denk je, voor de kinderen zo'n belangrijke plek? Ze maken iets, ze hoeven niks. Ze komen binnen en we volgen de thema's. Vaderdag, moederdag, Pasen, Kerst. En voor de rest mag iemand zagen. Hè? Of iemand mag knippen of iets wat ze thuis niet mogen met de boormachine. Ja, dat maakt het hier leuk. Ja. Hoe is het met de vrijwilligers, de sfeer onderling, iedereen die er rondloopt? Hoe is de... Nou, de sfeer is leuk. Hè? Sommige mensen klikken heel goed met elkaar. Andere mensen zijn liever alleen aan tafel. En weet je wat het leukste is aan nieuwe vrijwilligers? Die brengen ook vaak leuke ideetjes mee. Hè? Soms komt Sophie op visite en die maakt dan een geweldig kuik in een bijzondere kleurencombinatie. En dan... dat is het mooie aan creativiteit. Het hoeft niet perfect te zijn. Nee. En de ene vrijwilliger is heel handig en de andere die kan iets namaken. Dat is de kwaliteit van de vrijwilliger. Maar allemaal even welkom. Even welkom. Ja. Nou, ik voelde me ook heel erg welkom. Oh, fijn. Dus ik wil je heel erg bedanken. Mag ik Karel mee naar huis nemen? Nou, krijgt hij een mooi plekje bij je? Ja, die komt op mijn nachtkastje te waken over als ik nachtmerries heb. Oké, heel graag. Als ik niet nachtmerries van hem krijg, maar je snapt wat ik bedoel. Ja, ik snap je. Nou, heel graag. Fijn. En ik hoop dat je naar je zin hebt gehad en een goed beeld hebt gekregen. Ja, zeker. Oké. Okay. Ik ga hem gewoon voor het raam zetten, want dan zien mensen wat is dat voor moois. En dan kan ik zeggen, ik heb bij Hobbyclub Prins Haag gemaakt. Oh, cool. Ja. En afhankelijk van hoe oud ze zijn, kan ik zeggen, ga erbij. Ja. Of ga vrijwilligerswerk. Kinderen zijn welkom. Ja. Oh. Heel erg bedankt. Graag gedaan. Fijne avond. Volgens mij is alles opgeruimd, dus hoeven we dat niet meer te doen. Nee, dan doen we nog een laatste inspectie, ramen dicht, toiletten controleren, stopcontacten even vrijmaken. Ja, ja. En dan gaan we lekker naar huis. Heel veel succes. Dank je. Ik neem Karel mee en dank je wel. Ja, en mocht je nog eens een vrouwtje Karel willen maken, dan kom je nog eens terug. Ja, als hij eenzaam wordt, zal ik dat doen. Ja. Carolina. Heel goed. Karin? Karol? Ja, oké. Okay. Leuk. Fijne avond. Ja, dank je wel. Doeg. Dank je wel. Kom, Karel. Ben jij ook benieuwd naar de verschillende mogelijkheden om vrijwilligerswerk in Breda te doen? Kijk dan op de vacature databank op vrijwilligerswerk.mooiwerkbreda.nl. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Mooi Werk Breda.